Dank u, Danny, voor de inleiding. Dank dat u in zulke grote getalen bent gekomen. Ik kan u verzekeren, ik woon overigens al bijna 25 jaar hier in Vlaanderen, dat als we op deze avond een lezing zouden organiseren in Nederland, dat er waarschijnlijk twee mensen in de zaal zouden zijn. Want zoals u wellicht weet, wordt daar Sinterklaasavond gevierd op de 5e in plaats van de ochtend. Overigens was ik heel even in de verleiding om voor te stellen om iets over het duivelse en die iconografische traditie van Sinterklaas te zetten. Maar ik dacht, woe, dat wordt toch een beetje een wespennest. Laat ik me daar niet aan wagen en mij wijden iets waar ik wat meer over weet. Ja, waar ik wat meer, hoort u mij zo voldoende? Ja, meer over weet het werk van Bos en met name Breugel. Mocht u zich verwachten aan een compleet overzicht van duivels in de 16e eeuw, dan moet ik u bitter teleurstellen. Er zijn zoveel wijzen waarop de duivels, demonen, Satan zijn afgebeeld. Zelfs in het oeuvre van twee fantastische kunstenaars en veelzijdige kunstenaars als Jeroen Bos en Pieter Breugel, dat ik eerder aan een reeks college zou moeten denken. Dus een staalkaart van wat er in het oeuvre van deze twee grootmeesters van de 16e eeuw, twee grootmeesters die vaak in één eeuw genoemd worden. De 16e eeuw wordt ook wel gekenmerkt vanaf de late 16e tot het einde, of de late 15e eeuw tot het einde van de 16e eeuw als de eeuw van Bos en Breugel. En dat geldt zeker voor het duivelse, al zijn tijdgenoten van beide kunstenaars spraken over deze meesters als nauw verbonden met het illustreren van spokerijen. Maar daarover later wat meer. Omdat de logo's niet op de slides, de wel heel erg dwingende slides van de UGent pasten, zet ik ze toch nog even hier neer. Inderdaad, ik ben directeur van het MSK. Ik moet er natuurlijk ook even reclame voor maken. Dus vergeet u niet onze tentoonstelling onder vrienden die wij daar hebben. Ja, waar te beginnen met de duivels? Ik begin met de enige afbeelding, het enige kunstwerk dat niet van Bos en niet van Breugel is deze avond. Dit is Hugo van der Goes. Het is veel groter hier afgebeeld dan het werkelijkheid is. Het is een paneeltje dat deel is van een diptiek. Zal zo'n 20, 25 centimeter hoog zijn. Bevindt zich in het Kunsthistorisch Museum in Wenen. Het is bijna nooit uitgeleend, maar was wel op de tentoonstelling Hugo van der Goes te zien. Maar ik heb het ook op de tentoonstelling in Brugge kunnen krijgen. Waarom hier ingezet? Omdat hier eigenlijk blijkt dat vanaf het begin van de Bijbel en dus ook bij de iconografie van de Bijbel de duivel zijn intrede doet vanaf het prille begin. En je ziet het hier, de verleiding, een thema dat vaak wordt afgebeeld. De verleiding van Eva, Adam en Eva. En wat hier opvalt, en dat is vaker zo in de iconografie van duivels, in de uitbeeldingen van duivels in de 15e, 16e eeuw, dat het verleidelijke en het afstotelijke heel dicht bij elkaar zit. Dus het verleidelijke hier. Ja, een duivel die enerzijds uitziet als een mooie jonge vrouw aan de bovenkant. Aan de andere kant ja, een soort draak-serpentachtig lichaam heeft. En ze lijkt bijna tegen de boom te tikken. Ja, het zal voor mij aan mij liggen als een van de boomers. Maar er zitten hier wel meer boomers in de zaal als ik zo om me heen kijk. Ik moest meteen denken aan een bekende blues, rhythm and blues standaard. I can hear you knocking, but you can't come in. Pearl King, en bekendgemaakt door Dave Edmunds in 1984. Maar hier is het natuurlijk net andersom. You can't come in is hier anders geweest. En vandaar, ja, you can come in. De zondeval is een feit. En dat zie je heel vaak in combinaties van de zondeval in de beeldende kunst van de 15e, 16e eeuw, dat die vaak gekoppeld wordt aan het gevolg daarvan. Het rol van de zondeval, uiteindelijk het offer van Christus aan het kruis. En je ziet dan ook, ik
Ik heb hem hier niet afgebeeld, doe me goed even van mijn aannemen aan het pendant van dit schilderij. Dus het is een diptiek dat nog steeds aan elkaar vastzit. En het andere paneel is dus de bewening van Christus. Dus dit is de entree die de duivel maakt, niet alleen in de Bijbel, maar ook de entree die de duivel maakt in de iconografie, in de uitbeelding. Je ziet dat hier nog een beetje het contrast tussen het mooie en het lelijke, het afstotelijke en het verleidelijke. Iets wat heel vaak voorkomt in de uitbeelding van demonen, duivels, spokerijen. Enerzijds zo aantrekkelijk mogelijk om de mens tot zonde, tot het kwade te verleiden. Anderzijds om de beschouwer ook duidelijk te maken, de toeschouwer ook duidelijk te maken dat het een intrinsiek kwaad is. Dat wordt aangeboden, niet alleen een appel, maar allerlei iconografische thema's. Dus ook het lelijke, het demonische. En dan hier natuurlijk nog even, het is een prachtig schilderij, ook heel mooi geschilderd. Dus uiteindelijk het wapen dat benut wordt, het wapen, de appel waarvan gebeten wordt, de appetijtelijk aantrekkelijke appel die het begin blijkt te zijn van veel menselijke ellende hier op aarde. Maar goed, wie zijn dan de personen die ik vandaag bij u wil introduceren? Aan de ene kant Hieronymus Bos. Wordt tegenwoordig geschreven met J-H-E. Dus u heeft dat misschien nog geleerd met H-Y of H-I. Maar de gebruikelijke spelling is Hieronymus naar de wijze, ja, wie niet op deze print, maar deze print is ook ruim na zijn dood gemaakt. Hier nog een vrij klassieke spelwijze in deze afbeelding. Hieronymus Bos, Pictori, Joen Bos, de bijzondere en schilder uit Sertogenbosch. Toen helemaal in het invloedsdomein van de zuidelijke Nederlanden. Maar als je naar de kanon kijkt, ook dat is interessant. Naar de kanon van Nederland en de kanon van Vlaanderen. Dan zal opvallen dat Joen Bos, alhoewel eigenlijk iemand helemaal in de invloedssfeer van de zuidelijke Nederlanden, in de kanon van Vlaanderen niet te vinden is, hier en daar in de tekst wel vermeld wordt. En dat hij dus wel als een van de sterren is opgenomen in de kanon van Nederland. Wat ook weer aanduidt, ik ben overigens een voorstander van kanons, dus dat je niet denkt dat ik tot het kamp van de verwoede tegenstanders ben. Maar wat wel verwijst hoe complex een kanon is wanneer je het hebt over de 15e, 16e eeuw en uit moet maken. Ja, wat zijn die Nederlanden? Wat is gezamenlijk? Wat is het noordelijke deel? Wat is het zuidelijke deel? Dat geldt zeker voor Joen Bos. Overigens niet oninteressant. Dit is een afbeelding uit 1572. Op zich is dat jaartal niet bijzonder, maar 1572 wordt door de Antwerpse uitgever Hieronymus Kok samen met de Luikse dichter en kunstgeleerde Domenicus Lampsonius een pleiade uitgegeven met portretten van de beroemde schilders. Eigenlijk de eerste kunstgeschiedenis zou je kunnen zeggen, dus een 32-tal schilders uit de Nederlanden die dan, dus aan het begin of in het derde kwart van de 16e eeuw, tot de kanon behoren, als we het woord dan toch gebruiken. En daar vinden we dus ook Joen Bos, net naast natuurlijk Jan van Eyck en straks ook nog Pieter Breugel. Een visuele kunstgeschiedenis die het begin is van een periode waarin het echt intens gezocht wordt van wat kunstgeschiedenis eigenlijk betekent, wat kunstenaars betekenen en wat zal leiden, ik zal hem straks nog heel even noemen in een iets andere context, tot de eerste geschreven kunstgeschiedenis van de Nederlanden. Karel van Mander, ook weer zo typerend voor de 16e eeuw, afkomstig uit Meulebeke. Ik las eergisteren in de Standaard dat van alle uitgeweken West-Vlamingen niemand teruggaat naar Meulebeke, maar dat andere steden wel weer wat meer populair zijn. Maar goed, Karel van Mander kwam dus uit Meulebeke, is nooit teruggekeerd naar Meulebeke overigens, is om geloofsredenen
uitgeweken naar de noordelijke Nederlanden, was schilder, kunsttheoreticus en heeft dus de eerste kunstgeschiedenis geschreven. Een dik, lijvig boek waar een aantal kunsthistorische of kunsttheoretische traktaten staan, maar ook een kunstgeschiedenis zowel van de Italiaanse schilderkunst, die hij grotendeels had overgeschreven van Vasari, die dat iets eerder in Italië had gedaan. En de beroemde uitnemende levens van schilders uit de Nederlanden en Duitsland dan te boek staaft. Dus als je iets hoort, niet alleen van mij, maar ook van veel van mijn collega's, alle collega's zijn diep geworteld in al die biografieën die Karel van Minder heeft gelaten en die dus vooraf zijn gegaan door de portretten hier met verzen van Domenicus Lampsonius. Ja, waar kunt u Bos de meest beroemde werken noemen? Ja, dat is wordt ongelooflijk moeilijk wat te kiezen. Ik heb hier de Tuin der Lusten genomen, zoals u weet. Dat is overigens schiet me nou opeens te binnen, een parallel tussen Breugel en Bos. Hun belangrijkste werken bevinden zich op een uitzonderlijke wijze in één museum. Dat is voor Bos het geval uiteraard in Madrid. Bij Breugel is het nog veel meer uitgesproken. Daar bevinden zich in de Breugelzaal in het Kunsthistorisches Museum in Wenen bevinden zich maar liefst 12 Breugels. En in mijn oeuvrecatalogus van Breugel, waar ik 43 schilderijen heb. Ik heb er daarna nog 2 aan toe kunnen voegen. Laten we dus zeggen een kleine 45 schilderijen. En als er dan zich 12 in één museum bevinden, is dat een belangrijke kern. Maar die belangrijke kern, al is die iets kleiner, is evenzeer het geval in het werk van Jeroen Bos, wat zich dus in het Prado vindt. Ook dat gaat weer terug. Mensen verliezen dat nog wel eens uit oog. Ook veel collega's, museale collega's, soms ook universitaire collega's. Dat de plekken waar wij kijken naar dit soort kunstwerken vaak historisch bepaald zijn. Er zijn duidelijk historische redenen waarom het werk van Breugel in Wenen te vinden is. Er zijn hele duidelijke historische redenen waarom het werk van Bos zo nadrukkelijk aanwezig is in Spanje. Nu goed, daar ga ik nu even niet over spreken, maar toch wel belangrijk om even te signaleren. En dan ziet u hier dus de Tuin der Lusten. Ik denk met de hooiwagen, een van de meest bekende werken van Jeroen Bos. En daarin ziet hij aan de rechterkant een echt duivels tafereel. Als we kijken weer, en dan komt de naam weer naar voren, Karel van Mander, de Meulenbekenaar uitgeweken naar de noordelijke Nederlanden. En die zijn kunstenaarslevens heeft uitgegeven aan het einde van zijn leven, 1604, in Haarlem. Die schrijft onder meer dat Jeroen Bos bij iedereen in zijn tijd dus het einde van de 16e eeuw, bekend was omdat hij met den penseel zoveel gespook en gedrochten heeft gepenseeld, geschilderd, dikwijls niet al zo vriendelijk, dus niet, ze zien er niet erg vriendelijk uit, die gesproken, gedrochten en grauwelijk om aan te zien. Dus dat is een van de kenmerken. Je komt dat op verschillende momenten in het oeuvre van Karel van Mander, ook in andere biografieën kom je dat tegen. Jeroen Bos werd echt geassocieerd door het publiek dat hem dan kende. Met duivels en helle scènes. De vraag is natuurlijk van wat kende men dan? Wij zijn zo gewend, het is een cliché, maar wij zijn zo gewend aan Wikipedia en even nazoeken hoe het oeuvre van een schilder eruit ziet. Daar was natuurlijk geen sprake van. Het was veelal sprake van prenten, gravures. Antwerpen ontwikkelt zich in de tweede helft van de 16e eeuw als een van de belangrijkste centra van niet alleen de boekdrukkunst. U kent waarschijnlijk toch allemaal, dat hoop ik althans, toch Plantijn Moretus, een van de belangrijkste uitgevers in Europa. Maar iets minder bekend wellicht is dat het ook echt de hoofdstad was of de belangrijkste centrum in Europa van het maken van printen. En
Prenten naar Jeroen Bosch waren eigenlijk in de hele 16e eeuw, meer nog na zijn dood dan tijdens zijn leven, waren bijzonder populair. Jeronimus Kok, ik noemde net die reeks van Lampsonius met al die portretten uitgegeven, Jeronimus Kok. Jeronimus Kok zou je eigenlijk kunnen vergelijken met Plantijn Moretus, echt een zeer gezaghebbend iemand. Zijn prenten werden op de Frankfurter Boegmessen, ja, die bestond toen al. Er waren ook catalogi van in de 16e eeuw. Zijn boeken werden en de prenten van Jeronimus Kok werden op de Boegmessen werden verkocht. En prenten die in Antwerpen van de drukpersen kwamen, van kunstenaars, prentkunstenaars en uitgevers als Jeronimus Kok, waren vaak binnen 1 of 2 maanden in heel Europa te verkrijgen. Heel Europa natuurlijk, in die zin de grotere steden waar cliënteel was die geïnteresseerd was in dit soort afbeeldingen. En het is dus door kopieën, door prenten, dat het publiek in de 16e eeuw op de hoogte was. Niet alleen daardoor, maar ook iets wat de laatste 20 jaar veel meer onderzoek naar geweest is, door atelierpraktijken. Wij koesteren allemaal nog een beetje het idee van de geniale kunstenaar die ergens op een kamertje zit en in zijn eentje hele mooie dingen penseelt, maakt. Het is overduidelijk en er is echt meer dan voldoende onderzoek gedaan, 20, 30 jaar lang, dat in de 15, 16e, 17e eeuw ateliers, kunstenaarsateliers, schildersateliers heel vaak fabrieken waren, waar meerdere medewerkers werkten aan kopieën, varianten, pastiches, replieken. En als het al niet in het atelier van de kunstenaar zelf gebeurde, dan waren er om een atelier van iemand als Bos en Breugel. Of na de dood van deze kunstenaars waren er andere ateliers die met een goed oog voor wat graag gekocht werd en wat het publiek wilde zien, waar kopieën werden gemaakt. En als je de kunstgeschiedenis bestudeert, zult u zien dat die kopieën, die replieken bijzonder belangrijk zijn. En vergeet ook niet, dat is iets wat heel lange tijd uit het oog verloren is, dat er veel schilderijen en ook printen en tekeningen aanwezig waren, ook in de minder, dat is echt niet alleen bij de absolute elite. Een belangrijk historicus, economisch historicus, John Michael Montias, heeft in de jaren 70, 80, 90 in Princeton met een aantal werkgroepen voor de noordelijke Nederlanden onderzoek gedaan naar boedelinventarissen, dus de boedels en de registers van notarissen, boedelinventarissen van overledenen. En hun inschatting is geëxtrapoleerd naar het onderzoek dat ze deden, is dat er tussen 1580 en ik dacht even uit mijn hoofd 1710, maar het kan ook 1705 zijn, er ongeveer 7 tot 8 miljoen schilderijen geweest moeten zijn in de noordelijke Nederlanden. 7 tot 8 miljoen. Als u ervan uitgaat dat rond het midden van de 17e eeuw Nederland, de noordelijke Nederlanden, ongeveer 4,5, 5 miljoen inwoners had, dan kunt u zich voorstellen dat het bezit van schilderijen en we kunnen geen begin maken van een schatting van prenten, waarvan we weten dat die vaak opgeplakt aan muren hingen, waar die allemaal waren. Dus er was wel degelijk, om het verhaal even kort te sluiten, er was veel visueel zonder foto's, zonder gedrukte boeken, zonder Wikipedia, was er toch wel het nodige visueel materiaal voorhanden. Dus in die zin was het werk van Bos en Breugel zeker, laten we zo zeggen, voor de wat meer geletterde klasse, zeg maar de betere ambachtslieden, de stedelingen, kon dat zeker bekend zijn. Hier is dat enorme paneel, dat overigens de eerste vermelding hiervan, het is vermoedelijk gemaakt rond 1480, 1490 en het wordt voor 1517 wordt het voor het eerst vermeld in de Zavel in Brussel. Een van de redenen waarom het in de loop van de 16e eeuw in Spanje terecht is gekomen. Duivels en demonen, dan aan de rechterkant, dus aan de linkerkant ziet hij
De tegenhanger, het is ongelooflijk veel gedebatteerd wat hier precies is afgebeeld. Daar zou je makkelijk twee lezingen over kunnen geven. Maar goed, laten we dan toch even een soort consensus samenvatten dat aan de linkerkant het paradijs is voorgesteld. En in het midden dus de mensheid. Maar er zijn allerlei elementen waar al, die kan ik u even niet tonen, omdat ik met de duivels bezig ben, waar het verval, het morele verval, al een beetje aan bod aan het komen is. Om dan aan de rechterkant te eindigen, dus de afbeelding van de hel. Wie is dan de andere schilder? Ik heb hem al een aantal keren genoemd, die zo geassocieerd wordt met het duivelse en het demonen. Dat is dan Pieter Bruegel. Pieter Bruegel, geboren 1527, 1528. Zijn geboorteplaats is nog steeds in raadsels gehuld. En er zijn veel voorstanders en veel tegenstanders van een vijf-zestal geboorteplaatsen. Maar goed, laten we aannemen, ongeveer 1527 geboren, 1569 gestorven. In ieder geval weten we dat zeker. Zowel het jaar van overlijden als de plaats, dat is Brussel. Hier zien we hem dan ook weer met een afbeelding uit die reeks waar ik aan refereerde. Die reeks van 32 schilders. Naarmate de tijd vordert, en dan bekijk ik het even vanuit het perspectief van Karel van Mander. Karel van Mander was net iets jonger dan Pieter Bruegel. Neemt natuurlijk ook de nauwkeurigheid toe waar Karel van Mander die zijn notities vermoedelijk gemaakt heeft in de jaren 70, 80 en van de 16e eeuw. Voor oudere en overleden kunstenaars, zoals Jeroen Bos, die al in 1516 overleden is, moet hij het dan van hearsay doen, wat eventueel anderen vertellen, de verhalen die wellicht in families leefden, naarmate hij over schilders spreekt die dichter bij hem stonden of die hij persoonlijk kende, wordt het wat betrouwbaarder. Bruegel zit ergens halverwege daar tussenin. Het is erg onwaarschijnlijk dat Van Mander contact heeft gehad met Pieter Bruegel de Oude. Het is wel heel zeker dat hij een goede contact had en een bron van informatie had van de weduwe van Bruegel en de twee zoons, Jan en Pieter. Maar ja, die twee zoons waren 1 en 3 toen Pieter Bruegel de Oude overleed. Dus hoe betrouwbaar zijn die anekdotes dan? Maar hoe dan ook, in het kader van duivels en demonen wordt van Bruegel iets heel specifieks gemeld. Ja, dat hij inderdaad heel veel ook weer gespook, dat komt ook weer naar voren. Maar hij wordt ook genoemd als een Jeroen Bos wedergeboren. Wie is deze Bos nieuw op aarde gekomen? Dus hij wordt heel duidelijk gezien als de erfopvolger van Jeroen Bos. En het zijn Bos en Bruegel die voor mensen als Karel van Mander de belangrijkste schilders zijn uit hun eigen tijd en uit de generaties daarvoor. Ja, werken, belangrijkste werken opnoemen met duivels, demonen van Pieter Bruegel. Dat wordt een hele moeilijke keuze. Ik begin hier met eentje. Dit is de Triomf van de Dood. De Triomf van de Dood bevindt zich in het Prado. Dit bevindt zich dus niet in Wenen, maar in het Prado. Is vermoedelijk via oud-Italiaans familiebezit in het begin van de 17e of in de eerste helft van de 17e eeuw in Spanje terechtgekomen. Wellicht daar terechtgekomen omdat de Spaanse vorsten zoveel waardering hadden voor het werk van Jeroen Bos, dat weten we. Dat er een enorme waardering was, dat is een van de redenen, onder meer Philips, een van de vorsten van Spanje, van de keizers van Spanje, was een groot bewonderaar van Bos. Heeft dat lijkt dat te hebben overgegeven, zeg maar binnen het hof en binnen zijn opvolgers.
Maar hoe dan ook is het tamelijk frappant dat het werk van Breugel, dit werk van Breugel, al in de 17e eeuw zijn weg vindt naar Spanje. Misschien ook wel omdat het zo doet denken aan het werk van Jeroen Bos. Als de tijdgenoten al zagen dat er een grote verwantschap was tussen die twee, dan kan het niet verbazen dat dat ook in Italië en in Spanje niet onopgemerkt is gebleven. Dit is nogal uitzonderlijk in het werk van Pieter Breugel. U ziet overal duivels en demonen, die kun je echt uren als het ware voorstaan. Ik heb dit schilderij vaak gezien, onder zeer gunstige omstandigheden in restauratieateliers met microscopen. En toch elke keer als je het ziet, ook al is het na 20 jaar en het tientallen keren gezien te hebben, ontdek je weer nieuwe details. Dat is overigens wel een beetje eigen aan het oeuvre van Pieter Breugel en is ook wel eigen aan kunst van de tweede helft van de 16e eeuw, de eeuw van het stedelijk humanisme, niet te verwarren met het humanisme nu, het christelijk humanisme, waarin het praten, het gezamenlijk praten over kunstwerken, het samen kijken naar kunstwerken, iets is dat regelmatig gebeurd moet zijn. We weten dat onder meer van de colloquia en een aantal andere publicaties van Erasmus, waarin beschreven wordt hoe men onder het genot van een glaasje en een hapje met gelijkgestemden samen zit en over allerlei dingen spreekt. De zaken die de maatschappij bezighielden, maar ook dat beschrijft Erasmus, alleen weten we niet welke werken hij beschrijft of welke kunstenaars, dat dus er ook gesproken werd over schilderijen. Conversation, dat is een term die de laatste jaren in de kunstgeschiedenis opduikt. Conversation piece. Dat is in een colloquium, een samenspraak over schilderij te kijken naar. En dat nodigt het werk van Breugel zeker toe uit. Er gebeurt zoveel, er zijn zoveel details en ook zoveel lagen dat je je voor kunt stellen dat er over gesproken had. We weten ook dat een van de belangrijke opdrachtgevers van Pieter Breugel, die een buitenhuis had net buiten Antwerpen, in de eetzaal die uitgekeken moet hebben op het platteland, het Hof ter Beke, dat daar meerdere werken uit van de seizoenen, die befaamde reeks van 6 of zijn er maar 5 bewaard gebleven, met steeds 2 seizoenen van Pieter Breugel, dat die daar hingen. En dat waren dus echt conversation pieces als mensen daar aan tafel zaten. Men keek dus naar schilderijen als deze, zie je dit, zie je dat. Toch is dit echt wel uitzonderlijk in het oeuvre van Breugel. En dat is een heel groot contrast tussen het duivelse, demons en helse van Bos en dat van Breugel. Bos past helemaal in het tijdvark van de late 15e eeuw. Met een nogal nadrukkelijk aanwezig gevoel dat het einde van der tijden dichtbij zou kunnen zijn. Dat is iets wat in diverse publicaties en diverse humanisten, schrijvers uit die periode naar voren komt. Je ziet dat trouwens ook elders. Denk bijvoorbeeld aan de prediker Savonarola in Firenze, in Florence, ongeveer tegelijkertijd ook het einde van de 15e eeuw, waarin ook trouwens schilderijen, niet alleen schilderijen, maar verbrandingen zijn. Dus dat einde van de tijden en het sombere en het helemaal gericht zijn op het leven na de dood is in de helse scènes van Bos heel nadrukkelijk. Bij Breugel zit er altijd een optimisme in. Een optimisme dat ook te vergelijkbaar is met denkers als Thomas More, met denkers als Kornhert. Kornhert, die trouwens ook beeldend kunstenaar was, etser en graficus was. En daar zit bij hem altijd, we zullen dat vaak zien bij Breugel, zit er altijd een onderlaag in van het kan ook wel goed komen. Het positieve, hij ziet nadrukkelijk Breugel het zwakke van de mensheden, de manier waarop duivels en demonen en het kwade dat kunnen figuren. Maar
Anderzijds proef je hem bij evenzeer een enorme waardering voor de levenslust van mensen. Dat is de balans. Maar ja, als ik dat dan vertel en dan toch dit werk laat zien, dit is eigenlijk het enige werk van Breugel waarin je dat, ja, dat positief helemaal niet ziet. In de triomf van de dood is het echt de triomf van de dood. Duivels en demonen en allerlei gedrochten, ja, die drijven alle mensen, iedereen, of je nu paus bent, rijk bent, jong bent, mooi bent, vrouw bent, man bent, je wordt allemaal op gruwelijke wijze tot, kun je niet aan de dood ontsnappen. Demonen en duivels, een van de belangrijke thema's als we het hebben over duivels in de 16e eeuw. Een thema dat zowel in het begin van de 16e eeuw als nog meer nadrukkelijk in de tweede helft van de 16e eeuw, ik zal er dadelijk iets over zeggen, populair waren de zonden, de dood, de zonde en de deugden. Maar de zonden waren altijd populairder dan de deugden. Dat is niet opmerkelijk. Hè. Wij hebben denk ik ook wat meer interesse in de zonde van de mens. En kunnen daar, als we tenminste kijken naar de media, toch een beetje wat smakelijker of wat triester wellicht naar kijken dan de deugden. Dus allerlei taferelen waarin de zonde, dit is dan die befaamde tafel, tafereel van de hoofdzonde. Dus je ziet dan de vier verschillende manieren waarop de mens ten einde kan komen. Vier uitersten en dan in het midden alle doodzonden die zijn afgebeeld. En daarin ook allerlei demonen en gedrochten die daarin een belangrijke rol spelen. Allemaal leidend uiteindelijk tot het laatste oordeel. Dus het laatste oordeel was een bijzonder belangrijk onderwerp in de 16e eeuw uiteraard. Het moment waarop ieders ziel gewogen wordt en beschikt wordt na de wederopstanding. En definitief gewikt en gewogen wordt wat de lotsbestemming van een ziel is. Is het de hemel of de hel? En ja, veel kunstenaars hebben zich daar... ik vermoed toch altijd ook wel met enig plezier op uitgeleefd, met veel fantasie, helle taferelen gemaakt. Waarin dus aan de ene kant de zondaars de hel in worden gedreven door allerlei duivels en demonen van allerlei soorten. En daarin waren Breugel en Bos even inventief. In het vinden van vormen, antropomorfe vormen, waarin dieren en mensen in elkaar opengaan, maar ook dieren die half, of monsters die half een dieren zijn en voor de helft ja, meubels zijn of messen zijn met pootjes. Echt het meest fantasievolle kunt u hier op al dit soort taferelen vinden. Dit is dus een reeks, dit is het laatste oordeel zelf, dat ziet u natuurlijk. U ziet daar dat de keuze gemaakt wordt, de balans gemaakt wordt. Diegenen van u die een beetje onderlegd zijn in de iconografie zullen zeggen, maar dat is toch een beetje raar. Want degenen die ter hemel gaan, die gaan staan aan de linkerkant van Christus, terwijl degene die naar de hel gedreven worden staat aan de rechterkant. En het lijkt in tegenspraak te zijn tot de zeer strikte en traditionele iconografie, waarin zeg maar het slechte, kijk bijvoorbeeld naar de kruisigingen van Christus, dan ziet hij dus altijd de moordenaar die geen vergiffenis heeft gevraagd aan zijn linkerkant staan. En dan ziet u de moordenaar die wel om vergiffenis vraagt aan de rechterkant staan. Kijkt u bijvoorbeeld, ik excuseer het, dat is... vertel wat de mores waren. Kijkt u bijvoorbeeld naar het huwelijk of het portretten van man en vrouw, dan staat de vrouw altijd
bijna altijd aan de linkerkant, wat de slechte kant is. En de man staat rechts. En niet dat dat mijn standpunt, voor alle goede orde. Vandaar dus ook het woord sinister. We kennen natuurlijk het woord sinister, komt van sinistra. In het Latijn is links. Dan zult u denken, ja, maar waarom? Het is een ontwerp van Breugel voor een prent. Ja, Breugel heeft hier dus rekening gehouden met het feit dat het een voorstudie is voor een prent. En een prent, als die wordt gegraveerd en afgedrukt, is spiegelbeeldig ten opzichte van de voortekening. En dan is die dus iconografisch helemaal correct. Waarom laat ik dit zien? Omdat het eigenlijk in samenhang staat met de tafel die we net zagen, waar we dan de doodzonde zien. Dit was het centerpiece, als ik dat zo mag zeggen, van een reeks van zonden en deugden. Heel opvallend, met name in de prentkunst in de 16e eeuw in het noordwesten van Europa, is dat er een enorm aantal reeksen wordt gemaakt van zonden. Kapitale zonden, doodzonden en de zeven deugden. En dat past helemaal in de periode van de 16e eeuw, waarin er enorm veel theologische discussies en maatschappelijke discussies waren, intellectuele discussies waren over het leven. Wat betekent het laatste oordeel? Word je gewogen zoals de Calvinisten vinden? Word je gewogen vanuit het oogpunt van de predestinatie? Je lot is voorbeschikt. Dus je kunt in feite, als je de meest strenge interpretatie van Zwingli en Calvin, de Calvinisten leest, de meest strenge interpretatie, kun je niet ontkomen aan je lot als je voortbestemd bent om naar de hemel te gaan. Ja, dat wil je misschien ook niet ontkomen, maar dat zou je misschien wel willen als je lot is, je predestinatie is. Dat woord ook, maar daar ga ik verder niet op in, de leer van de dubbele predestinatie genoemd. En je ziet dat in die periode waarin er heel veel conflicten waren in de Nederlanden tussen allerlei protestantse gereformeerde gezindten en de katholieken, heel veel discussies waren van ja, maar wat is nu de betekenis van je gedrag op aarde? Is het zo dat door het kwade na te laten en het goede te doen, kwade, dus vandaar de zonde en de deugden, dat je daardoor meer kans maakt om in de hemel terecht te komen. Daar waren heel veel discussies over welke rol dat speelde, welke rol dan het voorgeborgde en andere speelde. Maar dat is een van de redenen waarom in de tweede helft van de 16e eeuw de duivels zo populair zijn, omdat die een onderdeel waren van reeksen met zonden en met deugden die dan samen werden gehouden door het laatste oordeel. Zoals hier in Breugel, die in 1558-59 een briljante reeks tekeningen gemaakt heeft. Al die voortekeningen zijn overigens bewaard gebleven met de zonde, de deugden en het laatste oordeel minder, met een enorme fantasievolle uitvoering. Maar evenzeer, en daarin is Breugel denk ik toch wel tamelijk uniek, ook de deugden zijn bij hem, hebben een hele speelse kant, hebben een hele fantasievolle en gelaagde kant. Maar goed, deze lezing gaat niet over de deugden, dus ik hou het bij het zondige. Het laatste oordeel was natuurlijk niet alleen populair als een onderdeel van een reeks, maar zeker ook als triptiek. Je ziet hier een onderdeel, ik heb het even in detail genomen, van het laatste oordeel van Jeroen Bos. Triptiek dat zich in de academie in Wenen bevindt, dus niet in het Kunsthistorisch Museum, maar in de academie vindt ze echt een absoluut meesterwerk van Jeroen Bos, het laatste oordeel. Dus ook hier weer links dan nog het paradijs, maar dan ook al de zondeval. Je ziet het daar linksonder, dat Eva weer ertoe neigt ook hier om de appel aan te nemen. En dus de begin van zeg maar de hel en de dood die je en het pijnlijke einde van veel mensen op aarde tot gevolg heeft. De duivel kom je niet alleen tegen, het is maar een staalkaart van heel veel mogelijke afbeeldingen. Zowel bij Bos als bij Breugel kom je dus niet alleen
tegen bij het laatste oordeel of met de zonde, maar ook in andere taferelen. Dit is dan een prent die ontworpen is door Breugel. Ook hier is de voortekening van bewaard gebleven. Ik laat hier dus de prent zien. U ziet daar ook rechtsonder staan H. Kok, excu. Excudit of excudebat. Excu is een afkorting. Jeronimus Kok heeft het uitgegeven. Als het voluit schrijven vind je zowel excudit als excudebat. En het is dan ook zo even iets, een detail waar ik graag op wijs. U ziet daar links van het midden, ziet u dan PAVE als een soort piramide gemaakt. Pieter van der Heijden. Dus als je weet waar je op moet letten, kun je heel veel informatie krijgen van printen als deze. Wie heeft het uitgegeven? Wie is de inventor? Dus wie heeft de inventor is degene die de compositie tot stand heeft gebracht. En hier zie je dan, in het ontwerp van Breugel, zie je dan hoe het voorgeborgde wordt geledigd. Het voorgeborgde was dan weer een vondst. Om mensen die niet meteen, of mensen een tijd lang op te bergen, maar dat ze niet definitief in de hel waren. En in bepaalde teksten, theologische teksten, is er dus sprake van dat Christus naar het voorgeborgde gaat en daar bijvoorbeeld kinderen en andere mensen die bijvoorbeeld ongedoopt zijn gebleven door omstandigheden bevrijd van een plek in het voorgeborgde. Dus die kunnen dan de hemel of de hel ontsnappen. Maar je ziet hier ook weer die enorme fantasie, wezens, die helle scène, die spokerijen en gedrochten waar Van Mander het dan over heet. Een half kikker, half mens, alle varianten kom je tegen. En je kunt je heel goed voorstellen, ook daarboven, dat ontzettend, een soort kopvoeter. Dus heel interessant is dat Breugel heel veel kopvoeters heeft getekend. U kent dat, ze gebruiken het woord niet. U kent dat natuurlijk wel als de kinderen klein zijn, kinderen of kleinkinderen. Wat tekenen ze vaak als eerste? Een hoofd met daarin dan toch, al dan niet aan het hoofd, maar net eronder, voeten en armen. Maar dus geen lichaam. Kopvoeter heet dat dan in de literatuur. En je ziet redelijk wat kopvoeters in het werk, met name van Breugel. Je komt bij Bos ook wel tegen, maar iets minder. Maar ook dus een voorbeeld van zo'n kopvoeter is dan dit gedrocht wat zich daar linksboven bevindt. Dan ook weer, even terug. Breugel keek ook heel nadrukkelijk naar het werk van Bos. Zeker in een aantal ontwerpen voor gravures is het bijzonder duidelijk dat hij het werk van Bos wellicht in kopieën, zoals ik zei, wellicht hier en daar ook in de periode dat hij in Antwerpen en in Brussel werkzaam was, heeft hij toch ook de kans gehad om originele te zien. We weten dat niet, maar we kunnen het vermoeden dat dat mogelijk was, omdat Breugel ook wel connecties had in de hofkringen. En je ziet dus dat bepaalde zaken terugkeren, dat Breugel motieven die uit helle, niet alleen uit helle scènes, maar zeker ook uit helle scènes. Kijkt u bijvoorbeeld even naar zo'n helle kop die je daar ziet met die tanden waaruit dus de mensen, dus een helle mond die regelmatig voorkomt, zo'n helle mond. Meestal is dat een helle mond waar mensen in worden geduwd. Hier is nou zojuist dus een keertje een helle mond waar mensen uit mogen ontsnappen. Je ziet dan voor een deel ook overeenkomsten in allerlei zaken, maar steeds inventief. Net zoals Bos is Breugel niet iemand die imiteert, die precies hetzelfde doet, maar duidelijk inspiratie opdoet bij meesters als Bos om dat tot een hele eigen beeldtaal te verwerken. Ja, dit vind ik, als we het over helle scènes hebben, dan toch een van de zelf een van de mooiste en bijzonder wervelend schilderijen. Dat bevindt zich dus in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel, waar een aantal schilderijen van Pieter Breugel hangen.
de val der engelen, dus de opstand van de engelen die zich keren tegen God. En uiteindelijk door de legerscharen van engelen ook aangevallen worden. Maar ook, en dat tekent weer meer het positieve van Breugel, en doet sommigen vermoeden dat dit wellicht een tegenhanger was van de triomf van de dood. Dat ze wellicht door dezelfde opdrachtgever gemaakt zijn, en waarbij de triomf van de dood er geen enkele hoop leidt, dat dit een werk is waaruit blijkt dat er wel degelijk hoop is voor de mensen tegen. Dat de engelen hemelscharen wel degelijk opgewassen kunnen zijn tegen de duivelse legers. Nu, helaas weten we niets over de vroege herkomst van deze schilderijen. We weten wel dat ze ongeveer tegelijkertijd gemaakt zijn, 1562. Het is een aantrekkelijke gedachte dat ze wellicht pendanten waren en samen hebben gehangen. Het zou zeker niet, of het zou anders, zal ik het anders zeggen, het zou zeker passen in de tijdsgeest en de manier van denken in de stedelijke intelligentsia van die periode. Ongeveer tegelijkertijd, dat is het derde schilderij, wat ook echt enorm met het duivelse samenhangt. En dat allemaal in 1562, 63, zeg maar, duivelsjaar, klaarblijkelijk voor Breugel. Dus Triomf van de Dood, 1562. De Val der Opstandelijke Engelen, 1562 en 1563. Max Martens en ikzelf hadden aan de hand van onderzoek eerst gedacht dat een zeer moeilijk leesbare inscriptie 1562 was. Maar met nog betere apparatuur heeft men ons kunnen corrigeren en blijkt dat 1563 te zijn. Het schilderij is gerestaureerd en was ook op de tentoonstelling die ik gemaakt heb in Wenen voor het eerst ooit buiten Antwerpen te zien. Het hangt in het museum Meijer van den Berg. Ga allen daarheen. Het is echt een fantastisch museum, überhaupt los van Breugel. Maar het is, dit schilderij is absoluut de moeite waard. En hier zie je dan toch ook iets interessants. En zie je op de manier waar Breugel op een spelende manier met het duivels bezig is. Dit is Dulle Griet, een naam die in die periode wel vaker gebruikt werd. Ook weer dat cliché van de vrouwelijke nijd. Hell hath no fury like a woman in wrath. Dat wordt vaak aan Shakespeare toegeschreven, maar het blijkt niet van Shakespeare te zijn, heb ik van deskundigen begrepen, van een later auteur. Maar goed, het is die type uitspraak. En dat is hier dus Dulle Griet. Dulle Griet was ook een teken van die tijd. Een naam die ook met enige regelmaat aan kanonnen gegeven is. Er staat er hier ook eentje in Gent trouwens, een Dulle Griet. Was dus een naam die in Antwerpen voorkwam als voor een boosaardige, een feeks die zich niet liet temmen. En hier zie je dan, zoals Van Mander het schrijft, een Dulle Griet die een rooftocht voor de poort van de helle voert. Dus daar zie je haar gewapend met een zwaard. Een zwaard was in die periode strikt voorbehouden aan mannen en adel. Dus dat is duidelijk een teken aan de wand voor wat deze vrouw vermag. Of wat Breugel wil dat deze vrouw uitstraalt. En zij heeft dan ook, dat is dan meer traditioneel. Het ene wapen is dus het masculine adellijke token van het zwaard, maar ze draagt aan de andere arm, of de andere hand draagt zij een koekenpan, alsof ze daar met stevige slagen nog zwaarder mee uit kan halen dan met het zwaard. En achter haar dus een enorme stoet van vrouwen die dus in de woorden van Van Mander, die dit schilderij in het origineel heeft gezien, vermoedelijk in Wenen. We weten dat niet zeker, maar vermoedelijk in Wenen. Dus een hoofdtocht uitvoeren. Dus deze vrouwen hebben een dermate veel kracht en boezemen zoveel angst in dat zelfs de duivel en de helle beesten zich in angst terugtrekken. Dat zie je dan ook op de achtergrond. Het is het spelen wat ook in die tijd voorkomt met sociale conventies. Het is wel zo dat
Antwerpen, waar dit schilderij gemaakt is. Misschien net gemaakt na zijn verhuizing naar Brussel. Dat weet ik niet helemaal zeker. Hij is in 1563 is die van Antwerpen naar Brussel gegaan. In september 63, weten we door de inschrijving in een kerkelijk register. Hoe dan ook, maar in die periode, dat blijkt uit een boek van een Ludovico Guardiardini, een Italiaans edelman die heel lang gewoond heeft in Antwerpen en zeg maar een descriptione geschreven heeft, een beschrijving heeft gemaakt van de Nederlanden en vooral veel over Antwerpen geschreven heeft. Een belangrijke bron van kennis, zij het vanuit een bepaald perspectief over Antwerpen. En hij schrijft daar onder meer dat de vrouwen in de Nederlanden zoveel, ja, ik vertaal het even in mijn eigen woorden, zoveel zelfstandiger zijn en zoveel meer kunnen doen in het maatschappelijk leven, dat zijn niet de woorden die hij gebruikt, maar het komt er wel op neer, en dan in zijn thuisland Italië. Dus er was wel een zekere, klaarblijkelijk, Dixit Guardiardini, een reputatie van vrouwen in Antwerpen, in de Nederlanden, dat het zelfstandige waren. Het klopt ook uit wat we steeds meer weten, want het is voor een deel verwaarloosd geweest, dat is een zeer terecht verwijt aan historici en kunsthistorici. Het is ook steeds duidelijker geworden dat vrouwen in het economisch verkeer ook in uitgeverijen een veel belangrijke rol hebben gespeeld dan lange tijd gedacht is. Ja, en dit is dan een van de zonden die Breugel heeft uitgebeeld. Ook hier gaat het om een voorstudie voor de prent. Ik laat het ook even zien, omdat je dan ziet dat door het hiermee te vergelijken, dit is dan weer een afbeelding, een detail uit de Tuin der Lusten, maar dan uit het helle gedeelte, dat je ziet dat wat hier wordt afgebeeld, dat is de doodzonde, de hoofdzonde van de wellust. Dat duidelijk verwant is. Dus in het midden zie je een vrouw, er zijn ook wat kikkers, want kikkers werden in die tijd regelmatig, bijna alle dieren konden dubbele betekenissen hebben. Het is bijna geen dier te vinden dat of alleen maar negatief wordt beoordeeld of alleen maar positief. Dus een pad of een kikker kon wel degelijk positieve elementen bevatten, maar hier niet. Dus het was ook een belangrijk symbool al sinds de middeleeuwen van de wellust. En u ziet daar trouwens op de grond nog zo'n kopvoeter liggen. Maar het is dan duidelijk dat hier, en dan ziet u een duivels gedrocht, ook met een kikker en een vrouw, dat dit echt een verwijzing is naar de personificatie van de wellust. Dus die van Hieronymus Bosch, dus van ongeveer ongeveer 70 jaar geschilderd voordat Breugel zijn tekens. En ook hier nog even een detail, ziet je daar ook weer van Bosch hoeveel plezier ze gehad toch moeten hebben. Ik kan mij dat niet anders voorstellen. We hebben geen ego-documenten. Het is volstrekt interpretatie mijnerzijds. Maar ik kan me toch niet anders voorstellen dan dat zowel de schilders als de toeschouwers van dergelijke taferelen zich vermaakt moeten hebben. Natuurlijk wel wellicht bezig waren met de hoofdboodschap. Van let op met de zonde, maar dat er geen toch ook ruimte moet zijn geweest voor het plezier en genot om naar dit soort fantasieën te kijken. Ik zie dat ik al wat langer aan het spreken ben. Nu en nog een, de teufel steekt in detail. Dat bereik bijvoorbeeld hier. Dus hier is dat dan weer een ander beroemd schilderij. Ook echt zo'n conversation piece. Dat zijn dus de spreekwoorden van Pieter Breugel. Een schilderij dat heel vaak is afgebeeld als puzzel of in allerlei commerciële aspecten gebruikt is. En natuurlijk ook echt een je kunt je voorstellen dat dit een conversation piece is. Je zit daar, er zijn afhankelijk van de interpretatie, zijn er 60 of 63 spreekwoorden, zijn uitgebeeld. Je kunt voorstellen dat je daar naar kijkt, daar zit en met mensen praat. Zie je het? Oh, dat is dat spreekwoord. Dat spreekwoord. Wat zie je daar? En der Teufel steekt in detail. Ik ben vergeten om een uitdrukking. U ziet daar een kapelletje. En onder dat kapelletje
Dan wordt het spreekwoord uitgebeeld bij de duivel te biecht gaan. Dus u ziet daar een duivel die half vermomd is als een monnik, maar wel duidelijk herkenbaar is als duivel, want anders werkt het natuurlijk niet. En iemand die daar dus de biecht afneemt. En dan, ja, dan kun je toch niet onttrekken, is dit een biecht of niet, maar dan ook weer een afbeelding van Jeroen Bos. Ja, hier zie je ook iemand met is het een preekstoel of wat is het met de vrouw daaronder? Is dat een bron van inspiratie? Ik ga niet zeggen dat hier het spreekwoord bij de duivel te biecht zijn is afgebeeld, maar het is wel degelijk een type afbeelding die bij de uitbeelding van Breugel van dat spreekwoord een resonantie lijkt te hebben. En zo zie je hoe de ene grootmeester met zijn werk de andere grootmeester heeft beïnvloed. Iets dat dus al in die tijd ten zeerste werd opgemerkt en ten zeerste werd gewaardeerd. Dat moet ook gezegd worden. Ja, en ik kon niet de weerleiding weerstaan, want ja, alle zwakheden heb ik ook. Zeker ook de ijdelheid. Als het gaat over de duivels. Mijn eerste lange publicatie, 86, was naar aanleiding van de print rechts. U ziet daar heel mooi staan. Dat helpt al een beetje, maar dat is nog maar het begin van wat Dirkmans afhaalt. Lucifer, de duivel. Dus daar heb ik een lange studie gemaakt. Dat is een print die is uitgegeven in 1587 door, trouwens het onderwerp van mijn doctoraat, Philip Schalle, zeg maar na de dood van Jeronimus Kok, de belangrijkste printuitgever in Europa. Dan zitten we ook weer een beetje bij Breugel, want Schalle en Breugel hebben elkaar zeker gekend. Schalle woonde in eerste instantie in Haarlem en had een uitgeverij in Haarlem. Maar gaf daar printen uit naar Pieter Breugel. Hij maakt eigenlijk de omgekeerde beweging. Hij gaat in 1571 gaat hij van Haarlem, waar hij als een burgemeesterszoon ook wel goede contact had, gaat hij naar Antwerpen. Vermoedelijk om economische redenen. Jeronimus Kok is in 1571 overleden en hij vermoedt, het is heel waarschijnlijk dat hij zijn kans schoon zag om zeg maar die markt over te nemen. De markt die hij vooral een deel had al internationaal van intellectuele, ik noem het maar even, humanistische grafiek. En die doet iets heel bijzonders in 1586-87. Philip Schalle was goed bevriend met een kunstenaar die in zijn tijd heel erg beroemd was, maar die u wellicht niet kent, Stradanus. Jan van der Straat, Giovanni Stradano, Johannes Stradanus, afkomstig uit Brugge. Ik heb in Brugge ook nog een tentoonstelling over gemaakt, denk ik een jaar of 15 geleden. Hij is geschoold in het atelier van Pieter Koeker van Aalst. Trouwens ook weer dan het atelier waar Breugel geschoold moet zijn. Pieter Koeker van Aalst, die ook de vader was van de toekomstige bruid van Pieter Breugel, ziet dat al die elementen weer komen. Dus het heeft eigenlijk nog wel een beetje met Breugel te maken, dus mag ik er toch wel iets over zeggen. Die heeft contacten over heel Europa, tot in de hoogste zeg maar, kringen van geleerden en humanisten. Hij is bijvoorbeeld bevriend, Philip Schalle, met Benito Arias Montano. Dat zegt u wellicht niks, maar dat was de samensteller van de grootste, meest prestigieuze bijbeluitgave uit de 16e eeuw, de Biblia Polyglotta, die uitgegeven is door Christopher Plantijn, waarin, ik moet even uit mijn hoofd rekenen, denk ik in 6 verschillende talen, oude mediterrane talen, de Bijbelteksten en allerlei vertalingen en toevoegingen daarvan, interpretaties zijn weergegeven. Benito Arias Montano was ook in dienst van het Spaanse Hof, is ook een bibliothecaris geworden van het Escorial, dus waar het Koninklijk Paleis, maar ook de bibliotheek van de Spaanse vorsten was gevestigd. Dus Schalle, hij was trouwens ook
bevriend met Kornhert, die was weer de leermeester van Philips Schalle. Hij was ook bevriend, heel goed bevriend met Ortelius Artols, de geograaf. Dus Schalle zat echt in een humaniste, geleerde netwerk. En hij had contacten met iemand die hij dus vermoedelijk kende uit het atelier van Pieter Koeker van Aalst in Antwerpen. Dat is dus die Stradanus, die Johannes van der Straat, die via Venetië in Firenze, in Florence, belandt. En daar in, via Vasari, Vasari de belangrijkste hofschilder in het midden van de 16e eeuw in Firenze. Ook iemand die net als Karel van Mander levensbeschrijving heeft gedaan. Gemaakt van kunstenaars. En het is daar dat Johannes van der Straat, Stradano, ook hofschilder wordt, belangrijke opdrachten uitvoert voor de Medici. Stradanus was ook een schilder die zich ook bewoog in zeg maar, de humanistische kringen in Firenze, onder meer met een die naam mag u maar vergeten, maar een belangrijke schrijver uit die tijd, een belangrijke geleerde uit die tijd, Luigi Alamanni. En die Luigi Alamanni die was lid van, volgt alweer een naam, de Accademia della Crusca. Dus de eerste kunstacademie, dat is niet Accademia della Crusca, dat is de Accademia del Disegno, maar ook de eerste literaire academie. Academisch, want er waren er meer in Firenze. En een van die eerste literaire academies was dus de Accademia della Crusca. En daar werd in 1585, 86, 87, terwijl Europa in brand stond, dus, althans het noordwesten van Europa, waar met Antwerpen en de zuidelijke Nederlanden toch het nodig aan het gebeuren was. In Florence was dat minder het geval en in de Accademia della Crusca ontspon zich een debat, laten we maar zeggen, over een soort debat over waarin de ouden, de antieken, werden vergeleken met de eigen tijd. Waren nu dichters, schrijvers, geleerden uit de oudheid per definitie beter, hoger gekwalificeerd dan schrijvers uit het Italië van de 15e en 16e eeuw. En een van de discussies die zich ontspon, dat is ook weer een lang verhaal, wat ik dan nu even kort zal sluiten, was de waarde van het dichtwerk van Dante. Was nu Dante een groter dichter dan de dichters van de klassieke oudheid? Er is een enorme discussie over de betekenis waarin, dat zal u ook niet verbazen, de Divina Commedia, wat ook in die tijd, in de 15e, direct na het ontstaan, in de 15e, 16e eeuw werd beschouwd als een van de grootste meesterwerken ooit gemaakt in Italië, een hoofdrol speelt. Is de Divina Commedia, is dat het meesterwerk dat op de hoogte staat van beroemde werken uit de klassieke oudheid? Nu, dat debat kun je eindeloos voeren. Daar zijn verschillende meningen uiteraard over. Dat was toen het geval, dat zal ook nu het geval zijn. Maar het interessante is dat de Divina Commedia toen in de belangstelling stond. En die Stradanus heeft vermoedelijk samen met Alamanni en Philips Schalle. Philips Schalle was de vaste uitgever van prenten die door Johannes Stradanus, door Stradano ontworpen waren. Is het plan gerezen om de Divina Commedia, wellicht naar aanleiding, ik vermoed naar aanleiding van die discussie, omdat er verwezen wordt naar Luigi Alamanni die een rol speelde in dat debat, is er het plan gerezen om een compleet geïllustreerde uitgave te maken van de Divina Commedia. Want er zijn dus tekeningen van Stradanus van elke canto, dus de hel, het purgatorium en de hemel, die hebben allemaal 34 canti. En van elk van die 34 canti keer 3 heeft dus, net als voorheen trouwens Botticelli, heeft Stradanus tekeningen gemaakt. En vermoedelijk was het dus de ambitie, een zeer grootschalige ambitie, van Philips Schalle om dat samen met Stradanus en die humanist Luigi Alamanni uit te geven. Om welke reden dan ook is het plan nooit tot volle realisatie gekomen. De voortekeningen zijn trouwens allemaal bewaard gebleven. Mocht u ooit
daar zin in hebben, gaat u dan vooral naar de Bibliotheca Laurentiana in Florence. Want daar kunt u ook nog al die oorspronkelijke tekeningen, trouwens heel veel andere mooie tekeningen, bekijken in de bibliotheek. Maar wat dus wel gebeurd is, is deze Lucifer. Ik zei het eerder al, het kwaad en de duivels hebben beduidend meer aantrekkingskracht. Dat vond ik trouwens zelf ook. Dus ik heb in de eerste helft van de jaren 80, ik moet toegeven, Italiaans aan de ene kant van de pagina en het Engels aan de andere kant van de pagina, maar mij door de Divina Commedia geworsteld, met name het deel van de hemel, want ik vond het allengs saaier worden naarmate we verder van de hel kwamen. Als u denkt dat dat een afwijking van me is, dat is iets wat je vaak terugkomt in commentaren, in het lezen van de Divina Commedia, dus ik ben niet de enige, klaarblijkelijk. En dit is dan een afbeelding, ja, het meest spectaculaire deel, denk ik mooi. Ik laat dadelijk nog even twee afbeeldingen zien, maar toch om hiermee af te sluiten. U ziet daar de duivel zelf, dus in, zeg maar, in de Goddelijke Komedie ook iets dat lange tijd in de 14e, 15e eeuw als iets realistisch werd gezien, dus iets wat gebaseerd zou moeten zijn op werkelijkheid. Zie je dan in het centrum van de aarde, dus helemaal in het centrum van de aarde, waar Lucifer uit de hemel is gevallen, is daar dus terechtgekomen, is dan vastgevroren in een soort ijsbol. Nadat Dante, die is met Vergilius, en Vergilius was dus een van die mensen die voorbehouden was, voorgeborgde genoemd. Hè. Dus niet alleen mensen die ongedoopt waren, maar iedereen die voor Christus geboren was, ja, die kwam per definitie niet in de hemel, kon niet in de hemel komen, want niet gedoopt, en bevond zich dus in het voorgeborgde. En dus in de hel, maar dan in de buitenste ring van de hel, daar was Vergilius dan te vinden. En Vergilius leidt dan Dante rond in de hel. Dat is langs alle 9 stadia van de hel en alle zondaars te zien. En dat werd dus geïllustreerd. En hier zie je dan, u hebt het citaat misschien wel eens gezien. Gij die hier binnen gaat, verliest alle hoop. Dat is dus de grot waar Voici entrate, lasce ogni speranza. Nou, ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Mijn Italiaans is nog wat roestig geworden, moet ik eerlijk bekennen. Maar door die god moet Dante naar binnen gaan. Daar neemt Vergilius hem mee op een tocht door de hel. En dit is dan, ja, is het de bekroning of hoe wil je het noemen? Hier komen ze bij Lucifer zelf, die daar dus in de beschrijvingen van Dante is ingevroren, vol met symbolisch geladen, daar ga ik niet op in. Maar u ziet dat trouwens ook nog aan de, u ziet er wat uitleg en u ziet er ook nog een plattegrond van de hel, dus ook aan alles is gedacht. Het is, daar twee keer, u ziet daar twee van de voortekeningen van Stradanus. Als u rechts ziet u aan de rechterkant een meer definitieve voortekening en de linkerkant een eerdere schets. En dan, ja, sorry dat ik dat twee keer heb laten zien, wat ik ook nog heb uitgegeven is de frontispice. Dus niet alleen het summum van kwaadaardigheid, het meest markante punt van de reis met de ontmoeting van Lucifer, de duivel zelf, maar ook de frontispice was al gereed gemaakt en daar ziet u dus Dante, met trouwens ook Vergilius, ziet u daar staan. Maar ja, veel verder heeft dat te maken met economische omstandigheden, heeft het te maken met het feit dat Gallen in Antwerpen trokken een economisch moeilijker situatie lijkt te zitten op dat moment. Heeft het te maken met het feit dat, zoals het wel vaker gaat, dat die discussie over de betekenis van Dante een opflakkering is van 1 of 2 jaar, waar de interesse snel dooft. Misschien was er trouwens ook onvoldoende publiek. Het is natuurlijk een discussie die zich tot vrij weinig richt. Maar hoe dan ook, Lucifer staat er pontificaal en is een mooi restant van hoe de duivel van Dante een tijd lang de wereld veroverd heeft.
En het is met die afbeelding dat ik u graag dit verhaal, deze hapsnaptocht langs het Duivelse en de 15e en de 16e eeuw en het oeuvre van Pieter Bruegel wil laten afsluiten. Dank voor uw aandacht.